Niet afwachten, maar zelf de regie in handen nemen. Dat is wat de leiding van de Ante-onderwijsgroep in Zeewolde en Dronten doet om haar leerkrachten zo snel mogelijk op corona te kunnen testen. Wachten totdat er ruimte is op een van de testlocaties pakt volgens Ante uiteindelijk duurder uit dan zelf commerciële tests inkopen. Een taakstraf van 60 uur voor de jonge mannen die in juni op Urk een boa in het water duwden. Ze stonden vandaag voor de rechter om hun straf aan te horen. De andere twee verdachten zijn minderjarig. Hun zaak moet nog voor de rechter komen. En in Opsporing verzocht gisteravond volop aandacht voor de steekpartij in de Stedenwijk in Almere 2 weken geleden. Daarbij kwam een man van 26 om het leven. De politie zit te springen om foto's en filmpjes van de gebeurtenis en de omgeving. Het is woensdag 2 september, dit is Flevoland. Goedenavond. Bij een steekpartij in Lelystad is vanmiddag een dode gevallen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde om 14:15 op een galerij van een woningblok aan de stelling 14 in Lelystad. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Hulpverleners waren massaal aanwezig. Ook een traumahelikopter landde in de buurt, zodat artsen medische hulp konden bieden. Desondanks is de 62-jarige man overleden. Agenten hebben een verdachte aangehouden. De Ante-onderwijsgroep in Flevoland wil niet langer wachten op GGD-teststraten en bestelt zelf coronatests. Zo weten mensen om wie het gaat heel snel waar ze aan toe zijn en het is goedkoper. Ante-onderwijsgroep telt 12 openbare basisscholen in Dronten en Zeewolde. Bestuurder Geurt Morre wil snel duidelijkheid voor zijn medewerkers. Volgens hem zijn docenten al snel 4 dagen afwezig tot ze de testuitslag van de GGD krijgen. Een commerciële test geeft sneller duidelijkheid. Zo kunnen docenten die geen corona hebben na 1 dag alweer terug naar de klas. Daardoor kan Morre veel geld besparen. Als mensen 4 dagen afwezig zijn, dan kost dat voor vervanging, als je die kan vinden, 4 dagen 300 euro, dus dat is 1200 euro. Als iemand 1 dag afwezig is en een test van 100 euro, is 400 euro. Dus dan scheelt het bijna 800 euro. Het idee voor een commerciële test komt van directeur Saskia Linschoten van de Wilgerijs in Dronten. Vorige week zaterdag was ze verkouden. Ze moest 3 dagen wachten op de uitslag. Morre vindt dat niet wenselijk. Dat is niet goed voor onze medewerkers die onnodig 4 dagen thuis zitten, want ze willen heel graag gewoon werken. Het is niet goed voor kinderen, want hun juf is er 4 dagen niet. Er zijn geen vervangers. Voor de ouders is dat niet goed, want dat betekent dat kinderen thuis kunnen zitten. En de onderwijskwaliteit gaat dus naar beneden, omdat kinderen minder tijd op school doorbrengen. Het is ook niet goed voor onszelf, want wij willen snel de mensen weer voor de klas hebben. En het scheelt gewoon een heleboel geld. Morre gaat alvast 100 commerciële tests bestellen bij een commerciële instantie die in Amsterdam en Utrecht is gevestigd. Leraren met klachten kunnen dan direct worden geholpen. Klopt. Want leerkrachten willen gewoon graag werken. Die willen niet onnodig thuis zitten. En dat betekent dat voor hen het gewoon veel beter is dat ze ook sneller de uitslag hebben. Je weet gewoon binnen een dag of je coronavrij bent of niet. Het probleem speelt ook landelijk. De VO en PO-raad zijn in gesprek met de overheid. Dat zijn Nederlandse belangenorganisaties van schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ze willen dat docenten voorrang krijgen bij de teststraten van de GGD. Ook de 3 Flevolandse testlocaties zijn intussen maximaal belast. En de GGD staat klaar om die testcapaciteit uit te breiden. Maar volgens een woordvoerder mag dat pas als de minister afspraken heeft gemaakt met laboratoria over het uitbreiden van de capaciteit daar. 2 van de 4 jongens die in juni een buitengewoon opsporingsambtenaar in het water van de haven van Urk duwden, hebben vandaag voor de politierechter een taakstraf van 60 uur gekregen. Ook moeten ze het slachtoffer een bedrag van zo'n 500 euro betalen voor psychische schade en de proceskosten. Het ging in de zitting om de 18-jarige Jacob H. en Jan K. De mannen stonden terecht voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Iets dat blijkt uit camerabeelden, getuigenverklaringen en verklaringen van de verdachte zelf. De rechter acht bewezen dat ze vooraf gepland hadden om de boa in het water te gooien. Jacob H. zou de duw hebben gegeven, Jan K. zou de boa naar de waterkant hebben gelokt. Beiden zijn weggerend. Ze hebben niet omgekeken naar meneer S***. En getuigen van S***, hoort die jongen zeggen, wij hebben hem mooi te pakken. Jan K. lokte de boa naar de waterkant. Volgens de officier van justitie zou dat gebeurd zijn vanwege een smoes. Een smoes omdat zijn telefoon in het water zou liggen.
Volgens Jan K. ligt zijn telefoon wel degelijk in het water en ligt hij er nog steeds. Volgens de daders was het een onbezonnen grap waarvan ze na afloop spijt hadden. Ze vroegen vrienden om na het incident naar de haven te gaan om te kijken hoe het met het slachtoffer was. Ook belden ze met de gemeente om te informeren. Dit zonder resultaat. Op de zitting kwamen excuses. Ik loop mijn excuses aanbieden van de NSB. Het is nu misschien te laat. Hij heeft mij goed gedaan. Dat waardeer ik. Huh? Dat waardeer ik ook wel. De rechter vond een taakstraf van 60 uur voldoende omdat iedereen genoeg geschrokken is. Maar de psychische schade bij het slachtoffer is groot. Daarom moet er ook een schadevergoeding worden betaald. In beide gevallen acht ik bewezen de mishandeling met voorbedachte raad in vereniging. De twee minderjarige verdachten moeten morgen voor de kinderrechter komen. En dan kort nieuws. Om plotseling hartfalen te voorkomen krijgen de voetballers van Almere City FC voor de start van elk voetbalseizoen voortaan een hartonderzoek bij Hartkliniek Almere. Het eerste team gaan we volledig begeleiden. Dat betekent dat we ze volledig een eerste check-up gaan doen. Maar vervolgens ook jaarlijks gaan controleren en uiteraard zo nodig vaker. Maar ook gaan we met elkaar in overleg hoe kunnen we met elkaar de condities op het sportveld nog verder verbeteren. Dat mocht er iets gebeuren dat afgedekt is. De sportwereld en vooral de voetbalwereld werd de afgelopen tijd wel vaker opgeschrikt door voetballers die dan of een hartafwijking hadden. Daley Blind en Nouri natuurlijk. Dat zou voorkomen kunnen worden met zo'n jaarlijks onderzoek? Nou, ik denk niet 100%, maar je kunt wel veel indekken. Ik denk dat we, als we het heel erg goed doen, zouden we zeker 90% tot 95% van de nare gevallen ertussenuit kunnen filteren. En medewerkers van Almere City FC worden getraind in reanimatie en het gebruik van de AED. De Lelystadse gemeenteraad wil door het college van burgemeester en wethouders zich maximaal inzet om te zorgen dat er in Lelystad een kwalitatief goede stadsdienst blijft rijden. Met bussen door alle wijken. Keolies zou per september volgend jaar het stadsvervoer van Lelystad gaan rijden. Maar dat contract is in de prullenbak beland toen bleek dat Keolies bij de aanbesteding fraude heeft gepleegd. Het rondreizend gezelschap stopt met zijn gastvrije momenten in de dorpen in Noordoostpolder. Anderhalf jaar lang stonden vrijwilligers van het gezelschap op verschillende plekken in de gemeente geparkeerd met hun opvallende gele Amerikaanse schoolbus. Passanten die daar behoefte aan hadden konden bij hen terecht voor zomaar een praatje of voor een serieuzer gesprek. De bus had ook een aantal vaste bezoekers. Het initiatief werd financieel ondersteund door Quintus, maar deze maatschappelijke organisatie heeft besloten daarmee te stoppen. Als reden worden ontwikkelingen binnen Quintus genoemd. Foto's of filmpjes van de dodelijke steekpartij 2 weken geleden in Almere. Daar is de politie naar op zoek, zo bleek in het tv-programma Opsporing Verzocht. Bij het steekincident bij Club Paragon in de Stedenwijk in Almere kwam de 26-jarige Fanuel Berica om het leven. De politie heeft 3 Almeerders aangehouden die betrokken zouden zijn bij de dodelijke steekpartij. Maar de politie is nog op zoek naar bewijsmateriaal. In het televisieprogramma deed de nicht van het slachtoffer een emotionele oproep. Van hieruit wil ik iedereen vragen om zoveel mogelijk filmpjes, foto, ook als getuige, om te zeggen wat je gezien hebt, om dit allemaal op te lossen. Fanuel Berica werd 26 jaar geleden geboren in Suriname. In 2018 komt hij naar Nederland. Hij werkt als stratenmaker, tuinman en schoonmaker en woont bij zijn nicht in Almere. Ze waren in de nacht van 14 op 15 augustus, de avond van de dodelijke steekpartij, samen met andere familieleden op een feestje in Club Paragon in Almere. Hij was hartstikke vrolijk op het feest. Er was niks aan de hand. Na het feest, het was dan 2 uur in de nacht, gaat Berica naar zijn auto en zijn nicht vertrekt met haar 2 zonen. Ben ik naar mijn auto gestapt met mijn 2 jongens. En tijdens het wegrijden schreeuwden mijn jongens tegen mij van ze maken hem dood, mama. Berica raakt betrokken bij een vechtpartij en wordt neergestoken. Ben ik omgekeerd, zag ik van wel op de grond liggen. Ja. En toen probeerde ik hem naar hem toe te rennen. Maar ik kon niet verder komen, want ik had krampen. Ben ik gevallen op de grond. Er wordt nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Berica overlijdt nog voor hij in het ziekenhuis aankomt. Hij laat zijn ouders achter, een broer, 6 zussen, 2 kinderen en een vriendin.
Zijn nicht is er kapot van. Degene die dit heeft gedaan, heeft echt heel veel pijn achtergelaten. Heeft veel pijn gezorgd voor de familie, voor vrienden, voor iedereen. Hij had zoveel mooie dromen nog. Zijn vriendin was ook nog zwanger. 5 maanden zwanger. Ik ga hem altijd missen. Ja, voor eeuwig. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden getroffen door de bezuinigingen van het Rijk. Een van de scholen die met de bezuiniging te maken heeft, is de Praktijkschool Pro in Almere. Als die doorgaat, betekent dat dat onze leerlingen minder kansen hebben op een baan te krijgen en te behouden. En dat is wel wat nodig is. Dus er is gewoon meer geld nodig om ook deze jongeren goed aan het werk te krijgen. En ook te zorgen dat ze dat kunnen behouden. Wethouder Vrouwtje de Jong van Almere slaat daarom vandaag alarm. En ze doet dat tijdens een bezoek aan de school. We luiden de alarmbel omdat we bang zijn dat op de eerste plaats door corona een deel van het werk wat wij als regionaal werkbedrijf doen teniet wordt gedaan. Wat is dat werk? Wij helpen mensen die het niet vanzelf redden op de arbeidsmarkt aan werk. En we proberen ze daar ook te houden op die arbeidsmarkt. Vooral leerlingen aan scholen zoals de Praktijkschool Pro worden getroffen door de maatregelen. Ze krijgen nu ongeveer 3.500 euro extra per leerling. Hoek wil het liefst dat er niet bezuinigd wordt. Sterker nog, ik wil het dubbele hebben voor deze groep mensen. Omdat we weten uit onderzoek ook dat het helpt als mensen werken. Dan heb je op heel veel terreinen veel minder problemen, ben je veel gelukkiger. Betekent dat je minder bij de huisarts zit, dat je niet in problemen komt, omdat je gewoon een hele goede daginvulling hebt. En de belangrijkste, je mag meedoen. En je doet ermee en je krijgt een salaris. En dat is altijd beter dan dat je afhankelijk bent van een uitkering. Welke boodschap heeft u aan de minister? Nou ja, maak dit belangrijk. Maak het zorgen dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Want dat is werk. En hoe doe je dat, het belangrijk maken? Dat doe je op rijksniveau door er ook middelen voor beschikbaar te stellen. En werk hebben is zo belangrijk voor iedereen. Is zo waardevol. Ja, voor deze groep van jongeren kost het moeite om ze goed te laten landen en goed te laten functioneren. Maar als dat één keer gelukt is, heb je de gouden krachten aan die de samenleving mooier maken. En dit was Flevoland voor vandaag. Meer nieuws uiteraard online, omroepflevoland.nl. En morgenochtend, dit is Flevoland op tv en radio vanaf 6 uur. Geniet van je avond voor nu. Heel graag tot later.